Ja, bam! We hebben hem! Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Assassination. We gaan vandaag lekker spelen. Als je hier al ziet, iemand met een full diamond, of nee, niet eens full diamond, gewoon deels diamond. Ik zou hem graag willen killen, maar ik ben bang dat dat mijn eigen leven gaat kosten. Dus daar gaan we ons niet mee bezighouden. Waar gaan we ons vandaag wel mee bezighouden? Heel simpel. Even extra veel coins verzamelen. En op die manier kunnen wij waarschijnlijk wel mensen verslaan. En met veel coins en noem het dan maar op. Waardoor wij uiteindelijk weer sterk worden. En dan kunnen wij iemand ownen, zoals deze hacker. Leek het wel. Was geen hacker, maar het leek erop. En dan hebben wij dadelijk weer heel veel coins. En als we heel veel coins hebben, kunnen we ons weer sterker maken door meer potions te kopen. En bij meer potions kunnen wij alleen maar weer andere dingen doen. En dat moet allemaal super leuk gaan worden. En jij moet down. Hoppakee. Mensen, trouwens, mocht je er nou weer zin in hebben, kan je natuurlijk altijd alvast een like aanklikken. Bijvoorbeeld danken. Ik ga natuurlijk best om lekker veel kills te maken. Dat is natuurlijk ook iets wat heel leuk is. Natuurlijk, een full diamond hebben is ook heel awesome, lijkt me. Want ik heb het natuurlijk nog nooit gehad. Of een full diamond soort erbij. Noem het dan maar op. Maar zolang je iets niet hebt gehad, weet je ook niet wat je mist. En wat ik wel weet wat ik mis, is veel kills maken. Dus we gaan lekker veel kills maken. En we gaan kijken of wij gewoon een beetje kunnen domineren wat wij horen te doen in Assassination. Let's freaking go. Oké dan, nog meer coins, dank u wel. Ik zie hier een potentiële kill. Ik zie hier iemand die ik wel zou willen vermoorden. Kom eens even hier jij. Spring maar. Had je niet door. Haha. Oh, oké, die rent te hard weg. Die heeft waarschijnlijk ook nog niks, want die is net gespawnd. Ik had eigenlijk gehoopt dat... Oh, je wilt toch vechten. Oh, die gaat dood. Ja, dat is een kill voor mij. Check. Ik had eigenlijk net gehoopt dat iemand anders... dood ze gaan met veel coins. Alleen dat gebeurde helaas niet. Oké, ik heb nog wel speed. Ik zie daar namelijk ook een naam. En het ziet er naar uit als dat iemand is met diamond. Als ik me niet vergis. Dus ik loop al expres een beetje achter. Niet eens. Oké, ik dacht even dat iemand met diamond gear. Maar dat is dus gewoon iemand met een blauwe body of zo. Ja, ik ben er toch een beetje bang voor, zoals jullie willen merken. Maar ach, wat maakt het uit, weet je. Je kan natuurlijk niet van alles en iedereen altijd maar winnen. Dat we hier iemand hebben die omhoog klimt. Dat is ook niet slim, jongen. Ga eens dood. Hij is dood. Oké, man is down. Hoppakee, weer een kill erbij. We zijn natuurlijk gewoon weer in Duffy Town. Dus we moeten hier natuurlijk wel een beetje de baas uithangen. Hè? Een beetje iedereen killen die hier probeert te komen. En probeert hier mijn coins te stelen als het ware. We openen deze kist. Hoppakee. Haha, kom maar. Ja, je kan wel schildtekentje doen. Je denkt van, oh, er is iemand die sterk. Je wilde mee teamen. Ja, dat snap ik ook. Maar dat gaan we lekker niet doen. Misschien dat ik hem niet aanval. Oeh, één platina coin. Nice. Misschien dat ik hem niet aanval. Of ga ik hem wel aanvallen. Hij komt wel naar mij toe een beetje. Ja, hij is wel helemaal beneden nu. Dus wij murderen er gewoon. Hoppakee, weer een kill erbij. Ja, weet je, ik kan wel iedereen gaan lopen uitsparen van... Oh nee, kill hem niet en ik kill hem niet en ik kill zus niet en ik kill zo niet. Maar ja, uiteindelijk, we hebben toch allemaal kills nodig. We hebben toch allemaal onze coins nodig. Dus ja, weet je, het is een keuze die je moet maken. En je komt natuurlijk zomaar in Duffy's territorium, hè. Dat is natuurlijk deze town, dus Duffy's territorium. Dus ja, vraag me ook af, wat doe jij hier zonder toestemming? Want ik moet zeggen, in dit dorpje komen best veel mensen. Niet veel mensen die heel erg OP zijn, want ik weet niet, dit is niet echt een plek waar OP mensen rondhangen. Wat ik zelf natuurlijk heel chill vind. Maar wat hier wel veel zit, zijn vaak de mensen die hier spawnen, of wat nou, die proberen een beetje coins te farmen. Zodra je hier dus zit met een beetje gear, kan je gewoon de boel domineren. Wat natuurlijk wat dat betreft heel chill is. Holy shit, holy shit, holy shit. Dat zag ik net op tijd. Holy damn. Oh my god. Hoho. Er kwamen dus net even twee gasten met diamond aangerend. Daar is iemand met iron. Oké, die zit daar. Oké, er zit daar gewoon iemand met iron gear. Er zat net ook iemand met diamond gear. Waarschijnlijk willen ze mij downhunten. Het gevoel heb ik in ieder geval dat ze mij zoiets hebben van... Haha, we hebben er iemand met full iron. Kijk, zie, daar heb je hem al. Zie? Hahaha, ik wist het. Dit heb ik mooi op tijd kunnen zien. Is er nog iemand met full iron? Er wordt hier een kleine moshpit gehouden van mensen die hier doodgaan. Ik ga niet naar buiten toe, want ik wil het risico niet nemen om hier dood te gaan. Maar holy damn, wat is hier? Oeh, er is iemand met full iron gekild. Oh. Oh, nee. Nee joh, wat doe jij? Are you kidding me? Hij gooit gewoon een diamond body in de... Oh my god. What the freaking hell. Waarom zou je godsnaam een... Oh my god. Nou, dat meen je toch niet, mensen. Wie gooit nou een iron of een diamond body gewoon even zo van... Hier, alsjeblieft. Goddammit. Oké, ik heb wel één probleem nu. En dat is eventjes dat ik hier dus nu eigenlijk in de shop vastzit. En dat hier heel veel mensen zijn. Dus wat ik even ga doen, mensen. Ik blijf hier even in de shop. Ik knip het er dus uit. En ik ga zo meteen weg als die weer veilig is. Dus we gaan zo meteen verder.
Goed mensen, ik heb hier nu echt wel zo'n 5 minuten gestaan en deze mensen blijven hier gewoon staan. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een Swiftness Bottle 2 gekocht. En ik heb zoiets van, weet je, we moeten gewoon weg hier, weet je. Ik kan hier wel langer blijven wachten, maar na 5 minuten blijven ze steeds rondcampen in die shop. Dus ik had zoiets van, weet je, dan kies ik zelf maar het hazenpad. Koop ik een poosje van Speed 2 voor maar 1,5 minuut. Maar en dan kunnen we daar tenminste wel weg, want ik wil natuurlijk ook gewoon doorgaan met de game te spelen. En ik denk dat ik nu redelijk goed ontsnapt ben aan ze, want ze volgen me nu niet. Ja, ik weet natuurlijk sowieso niet of ze mij aan het hunten waren, maar je weet toch, als je daar met een stuk of 3 band team zit, met een half gemixt met Diamond... Ja, dat is toch een beetje gevaarlijk. Dus wij gaan nu gewoon rustig door. Wij gaan ook een andere kant van de map op. En we gaan gewoon kijken of wij hier misschien nog wat kills kunnen binnenslepen. Wat natuurlijk heel chill zou zijn. We gaan eerst maar even op zoek of we überhaupt iemand zien die we makkelijk kunnen killen. Ondertussen gaan we natuurlijk ook gewoon door met kisten looten. Vrij logisch, daarom ik ren ook expres hier nu eventjes naartoe om deze kist te kunnen openen. Hoppakee. Niet zoveel coins, maar hey, alle beetjes helpen zoals ik altijd maar zeg. Want ja, weet je, soms kom je net 1 of 2 coins tekort en... Ja, die maar dan maar net laten liggen. Oké, dan wij gaan op dit dak. Gaan we door naar dit dak. Gaan wij door hier te looten. Wow. 3 platina coins. Dat is zeker niet verkeerd. Wij klimmen hierop, we klimmen hierop. En we zijn hier op een dak aanbeland. Waar ik helemaal niks aan heb. Dus wij openen rustig deze kist. En nu kan het wel eens een beetje tricky gaan worden. Want we zitten nu dicht bij de markt. En de markt is toch altijd een plek waar het heel druk is. En ja, drukte betekent natuurlijk dat er heel veel mensen zijn. God, Duffy, wat een logica. Ik weet het, mensen. En daarom, ik ben gewoon bang natuurlijk om dood te gaan. Want dat is natuurlijk iets wat heel zonde is. Maar ja, we gaan er gewoon vanuit. Tuurlijk dat dat niet gebeurt. Dit is gewoon heel klote nu. Oké, deze vent is down. Noise, dat is weer een kill erbij. One hit it. Waarschijnlijk was die kerel ontiegelijk low. En hebben wij daar gewoon heel veel massa mee gehad. Oké, we zijn inmiddels bij de richting de armor shop aan het gaan. Hoewel ik daar eigenlijk niet heen wil. Want daar zitten heel veel mensen. En dan krijgen we denk ik weer hetzelfde probleem als wat we net hadden in de voedselshop. Dat wij dadelijk daar niet meer uit kunnen. Of niet meer uit kunnen. Je kan altijd uit de shop. Maar he, dat daar dus een groot team zit wat eigenlijk een beetje loopt te campen op mensen die naar buiten willen gaan. Dus dat ik zoiets heb van, ik moet daar misschien even weg. We gaan even ook meteen even een stone sword samenvoegen. Hoppakee. Altijd handig om die sword natuurlijk te gebruiken slash te bewaren. Ja, je kunt ze altijd wel gebruiken. Oké dan, wij gaan rustig door. En wij gaan hier naartoe. Je weet mijn god nog niet waar ik naartoe wil gaan. Aangezien ik eigenlijk nooit zo erg bekend ben in dit gedeelte van de map. Ik ben eigenlijk vaak op dezelfde plek natuurlijk te vinden. En we zien bijvoorbeeld hier iemand. Maar wat is deze persoon hier aan het doen? Oké, die rent netwerk. Ik kwam net naar beneden gaan om aan te gaan vallen. Oké, daar rent ook weer iemand met full iron. Dat is natuurlijk wel het leukste om mensen natuurlijk met full iron te killen. Ik las ook in de reacties hoe je mensen met full diamond bijvoorbeeld aankomt. Bijvoorbeeld met een strengpot en een OP golden apple. Zit er natuurlijk wat in, maar ik weet daar de prijzen niet van. Ja, van de strengpot wel, maar van een golden apple. En dan natuurlijk de OP golden apple. Ik heb werkbaar geen flauw idee. Ga dood jij. Hoppakee, man down. Dankjewel voor je coins. Dankjewel voor de coins. Ik ren snel weg, want... Daarom dus, er werd net iemand weer neergehaald. Ik zag dan een hele club mensen, terwijl je plaatje naar coins liggen, dankjewel. Hoppakee, ik zag net een hele club mensen daarin. Wat de... What the freaking hell. Ik mag zo blij zijn dat ik nog in leven ben. Holy damn, ik weet niet wat hier net gebeurde mensen. Maar op een of andere manier was ik geburkt door in en uit de shop te gaan. Dus verloor ik gewoon HP daardoor, holy damn. Oké, ik mag echt blij zien dat ik nog in leven ben. We hebben weer heel veel troep ook tegelijkertijd opgepakt. Dus we gooien even weer wat shizzle maar de nizzle weg. Holy damn, wat ben ik blij dat ik nog in leven ben. Oh my god. Oké dan. Jongen, jongen, wat is toch af en toe tricky om naar buiten te rennen. Maar goed, maakt helemaal niet uit. We zijn inmiddels in de shop aanbeland. En wij kunnen net geen diamond helm kopen. Are you kidding me, Minecraft? We komen serieus 7 coins tekort, mensen. 7 coins voor een diamond helm. Wat natuurlijk peanuts is, weet je. Ik bedoel, 7 coins. Maar goed, dat is wel de game. Daarom zeg ik altijd, weet je. Je kan maar beter alle coins gewoon netjes meenemen. Ook al zit er maar 1 coin in de kist. Want je zou maar net een aantal tekort komen. En dat is natuurlijk heel zuur. We gaan hier gewoon als eerste diamond item zo meteen halen. Voor mij kunnen we hem nu halen. Weet je, en omdat ik niet iemand anders heel veel coins gun, gaan we gewoon meteen... Oh, wacht. Ik mis er nu nog 3. Dus ik kwam er totaal 7 tekort. Dan had ik een berekeningsfoutje gemaakt. Sorry mensen. Oké, we kwamen dus 7 tekort. Ik ga hem ook meteen kopen. Ik weet eigenlijk niet of hij wat beter is dan Iron Helm. Volgens mij jawel toch. Diamond Helm beter dan Iron Helm? Moet haast wel. In ieder geval, dat zou mijn eerste legit diamond item zijn die ik dan krijg. Met legit bedoel ik dat ik hem natuurlijk zelf heb gekocht. Terwijl ik daar een soort van Iron Man zie rennen die niks doet. Oké, we gaan natuurlijk gewoon ook nog door met diamond, of met diamond, met coins te openen voor onze diamond shizzle te verzamelen. Dat is ook vrij logisch. Wacht, nu we hier toch zijn. Nu we er toch zijn. Even kijken hoe duur een OP Golden Apple is. 300 coins. Dat is een God Apple.
Op zich zou ik die natuurlijk kunnen kopen, maar dat gaan wij niet doen, want wij zijn natuurlijk op een missie. Wij zijn natuurlijk op een missie voor onze mooie, mooie lichtblauwe helm. Maar dan weten we het ook, dus een God Apple is 300 coins. Niet verkeerd, en een andere OP Golden Apple, dat, ja, ik noem ze OP Golden Apple, want dat wil ik zijn. Een Golden Apple is op zich gewoon best OP, die zijn 60 coins, dus dat valt op zich mee. Terwijl hier iemand zien, beneden mij, en ik weet niet wat hij aan het doen is. Die gaat het huis in, oké. Maar wat voor gear heeft hij, dat is de vraag. Dan heb ik zoiets van, weet je, ik jump naar beneden en ik val hem aan. Zou ik het gewoon gaan doen? Ik ga het gewoon doen. Ga dood. Ga dood. Oké, hij is down. Mooi zo. Oké, dat was een easy kill. Deze kerel had waarschijnlijk gehoopt dat ik iemand was geweest met geen armor. Dat hij mij daarom kon killen. Maar ja, het spijt me voor hem. Maar ik had toevallig wel echt eventjes lekker armor aan. En ik had een beter wapentje in hem. Dus wat dat betreft een win-win situatie. Wij gaan rustig door met Lou. Nou, wacht eens eventjes. We gaan eventjes hier langs. Gaan we op dit dak. En dan gaan we hier als goed nog even een kist proberen te openen. Ik denk, ik blijf gewoon slaan, just for sure. Maar er gebeurt helemaal niks. Anticlimax. Oké, we hebben nog een mooie kist kunnen openen. We hebben lekker wat coins extra gefarmd. We gaan nu even onze diamond helm, denk ik, kopen. Hoewel, aangezien we net alweer zoveel coins hebben binnengesleept. We zitten bijna op de 400. En dan kriebelt het natuurlijk wel om zoiets te gaan halen. Oi, 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 oi. 450 coins voor leggings. Ja, dat kriebelt wel natuurlijk heel erg wat dat betreft. Oh yes, wat een kill, wat een kill, wat een kill. Hoppakee, heerlijk. Iemand met lekker veel spulletjes. Daarom killde ik hem ook, weet je. Ik zag dat hij in gevecht was. Hij lette niet goed op achter hem. Waardoor ik hem dus gewoon makkelijk kon killen. Waardoor we wat extra coins hebben gekregen. We hebben er inmiddels, close to 400. We moeten nog zo'n kleine, nou iets meer dan 50 coins. Dus wat dat betreft, we gaan heel erg lekker. Dus we gaan gewoon naar boven toe. We gaan niet snel looten, want ja, 50 coins heb je eigenlijk zo bij elkaar, weet je. Ik bedoel, dat zouden al 5 plaatjes naar coins kunnen zijn. Of 50 bruine. of charcoal. Ja, dat lijkt op bruin, zwart. De vier is zwart, is niet bruin. Shit, ik ben kleurblind. Okay, we zien hier ook iemand hier. Is hier voor gear? Die hitte mij even te goed. Oké. Ik durp weg, denk ik. Oh, doe je, faggot. Woehoe. Oké, dan hebben we gewoon weer iemand met iron gekillt. Ik weet niet. Het was op zich best wel een goede tactiek wat ik deed. Niet dat je het echt een tactiek kon noemen, maar ik vocht met hem. En ondertussen rende ik weg. Zo van, oh nee, ik durf niet. Waardoor ik hem weer hoop gaf. En op die manier uiteindelijk heb ik toch geowned. En ik weet het, die mensen. We gaan gewoon diamond gear halen. We gaan gewoon freaking diamond gear halen. Hoe episch is het? Wauw, oké dan. Even kijken. We zien hier iemand. Oké, daar hoeven we niet bang voor te zijn. We gaan hier naartoe. Oh, oké, we rennen naar de shop. Fuck it. Dat was een faal dat ik naar beneden flikkerde. En dadelijk ga ik weer dood. Dat wil ik natuurlijk niet. Of weer dood. Dat net wat ik net kreeg. Dat ik bij die shop gebugd zat. Dat wil ik niet. Dan is de kans dat ik dood ga groot aanwezig. Ja, dit is weer, weet je, ik zeg eerst we gaan voor de helm. Dan heb ik bijna genoeg voor de leggings. Nu heb ik bijna genoeg voor de body. Ik kan nu gewoon niet. Niet voor de body gaan, laten we eerlijk zeggen. Eerlijk zijn mensen, dat kan ik gewoon nu niet doen om nu wat anders te gaan kopen dan de body. En dat zou wel heel, heel, heel dom zijn wat dat betreft. Dus wat wij gewoon gaan doen is wij gaan weer naar buiten, denk ik. En wij gaan gewoon snel weg. En doordat we snel weg gaan, proberen wij hier snel nog even een kist te openen. Kom op, 10 coins heb ik nodig. Nog 7 coins heb ik nodig. Ik heb ook nog een beetje speed voor 1 minuut. Dus we moeten eigenlijk ook snel coins extra vinden, zodat we daarna weer naar de potion shop kunnen gaan. Om uiteindelijk weer een speed bottle te kopen. Maar wat hebben wij goed geïnvesteerd tot nu toe? We hebben echt goed geïnvesteerd. Voor mij moet dit genoeg zijn. Volgens mij hebben we nu genoeg coins om een diamond body te kopen. Een freaking diamond body, mensen. Hoe episch wil je het hebben? Ja, ik vind het zelf heel episch. Waarschijnlijk zijn er heel veel kijkers die het al vaak genoeg hebben gehad. Maar hey, zonder een team, hè? Zonder een team. Oké, daar gaan we dan. We gaan mijn allereerste diamond body ever halen. Oh yeah, bam! We hebben hem! Een freaking diamond body. Are you kidding me, Minecraft? Bam! Wat is het verschil met de... Oh, dat is toch best veel verschil. Bam! Oh my god, look. Kijk hoe sexy die eruit ziet. Oh my god, the damn looks. Oeh. Kijk hem naar de camera kijken. Oeh, yeah. Oh my god, what the freaking hell. Ik heb ook nog best wat coins over, zie ik. Ik ben toch even benieuwd, hoeveel coins heb ik nog over? Nog 265. Holy damn, nog 200. Oh, jij mag wel een body van mij hebben trouwens. Nog 265 coins over, wauw.
wat ik ga doen is even wat woord waste. Ik ga even wat dingen samenvoegen expres, zodat er mijn invat opruimt. Ik heb er zelf toch niks aan, weet je. Dus wat dat betreft, fuck deze shit allemaal. Waardoor ik natuurlijk gewoon weer wat inspace krijg. Duffy, zonde. Nee, want ik ga ze toch niet, nu niet gebruiken. Het is gewoon slim dit. Het is gewoon slim. Hoppakee. Die flikken we daar nog even samen. Hoppakee. Wat ik denk ga doen, ik ren dadelijk eventjes ergens buiten de map. Of nee, buiten de map ergens omhoog. En dan ga ik daar gewoon heel veel spullen dumpen. Aangezien ik natuurlijk toch niet nodig heb. Wel op mijn hungerbar blijven letten, want ik kan natuurlijk nog gewoon doodgaan. Ik weet niet wat daar zit voor persoon. Oké, gewoon iemand. Ik ga namelijk nu hier weer de bergen in. En doordat ik... Oké, ik merk meteen, ik heb geen speed meer. Wat ben ik sloom. Holy damn. Oké, dat is wel iets wat wij moeten gaan doen nu. Is naar een potion shop om bottles te gaan verzamelen. Want dit is gewoon... Ja, zo kan ik niet spelen. Je raakt gewoon zo snel gewend aan het feit dat je speed hebt. Dit is echt niet normaal sloom. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan nu richting de potion shop. Ik laat ook elke keer voor wat het is op het moment. Want ik weet, ik heb nog 260 coins. Wat betekent dat ik zo 3 pots van 8 minuten of zo wel kan kopen. Ik kan... ook door gaan sparen eerst nu voor een wapen. Hè? Een armor sword. Moeilijke keuze dit. Want ik wil eigenlijk, ik wil het beide, zeg maar. Ik wil mijn bottles, maar ja, ik wil ook een armor sword. Moeilijke keuze. Dus ik denk dat het slim is als ik eerst speed ga halen. En met mijn speed daarna weer kills ga maken. Ik denk dat dat namelijk het aller slimste is wat ik kan doen. En aangezien we nu toch hierboven zijn, want dit is juist wat ik wou. Hier kan ik namelijk mijn shizzle dumpen. Want... hier komt haast niemand, weet je. Heel veel mensen die weten voor mij niet dat je zo hoog kan komen als hier. Maar je kan hier namelijk gewoon eigenlijk de map uit. Natuurlijk, je flikkert dan dood neer. Dus dat adviseer ik ook niemand om te doen. Maar kijk, we zijn hier op het randje van de map. En wat we gewoon hier doen is gewoon hop, 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 hop. Zo, een beetje iron uit de game. Hoppakee. Nu kan je zeggen, Duffy is niet slim, straks gaat je iron kapot. Nou ja, in die tijd vind ik vast een nieuwe iron of moet ik nieuwe kopen. Maar we gaan ontiegelijk lekker, mensen. En ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te melden. We gaan gewoon rustig door. Oké, hier zitten... Oh my god, dit is hoog. Nou ja, maakt niet zo heel veel uit. Oké, hier zit in ieder geval de wapenshop. Dan durp wij rustig door. Eigenlijk wou ik daar boven langs blijven rennen. Maar maakt het misschien niet uit. Want hierdoor kunnen we hier nog wel een kist openen. Dat is wel een voordeel. En ik weet dat daar al in de verte zit de potion shop al. Dus wat dat betreft, we gaan erg lekker. Oké, ik zoek iemand hier beneden. Hier beneden, daar zit een kist. Maar goed, ik laat even alles zoals het is nu. Omdat ik gewoon het risico niet wil nemen dat ik nu iemand tegenkom. Aangezien, net als je toch speed... heb met maar 20% is toch, weet je, als je met iemand aan het rennen bent, uiteindelijk ga je als een, ga je toch hem net even voorbij. En dat is toch wel een nice optie om iemand voorbij te rennen. Dus vandaar dat wij recht zo die gaat naar de shop gaan. Recht zo die gaat. Oké, dan. Zou ik daar mensen vechten? Ja, ik zou op zich ook nog wel kills kunnen maken daar. Dus kijken of we nog kill kunnen oprapen hier. Ah, hij rent net weg. Hij rent weg. Oké, jammer. Ik dacht, weet je, misschien kunnen we nog even snel een kill maken, maar nee. Wat we natuurlijk nog wel gewoon kunnen doen, is gewoon nog even een kistje mee looten. Hoppakee. We kunnen ook nog gewoon deze kist hierin looten. Hoppakee. Bam. Oké, dan. We kunnen ook nog deze kist looten. Nee, die is al geloot. Oké. Dan durpen wij nu hier omhoog. Ik wil echt gewoon zo min mogelijk over de grond lopen. Kijk eens aan, wat hebben we hier? We hebben hier gewoon nog steeds iemand met een iron body. Aha, kijk. Hij blokkeert nu mijn weg daar naartoe om daar naartoe te gaan. Doet hij expres. Omdat hij weet, als ik namelijk spring, dan spring ik zeg maar de shop in. En dat is iets wat hij op dit moment wil voorkomen. Wat op zich logisch is, weet je. Ja, als je me met dit keer ziet, heb je zoiets van, nee, fuck jou. Of je po hebben of zoiets. Maar goed, ik ren nu toch gewoon de shop in, jongen. Hoppakee. Window shop. Ik ben safe in de shop. Lekker. Oké, we hebben inmiddels al bijna 300 coins. Dus we kunnen even wat gaan shoppen. We kopen 1, 2, 3, 4. En wij... Nee, meer kopen we niet. Oké, we kopen 4 speed bottles. En ik vind het mooi geweest voor vandaag, mensen. We hebben veel bereikt in deze aflevering van Assassination. Iets wat ik zelf nog nooit heb bereikt. Is namelijk de Diamond Body. We hebben lekker wat kills gemaakt. We hebben overleefd. En ja, ik ben erg tevreden. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Assassination. Mocht je nou weer leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft niet om die like aan te klikken. Vergeet niet om op abonneren te klikken. En met bedoel met vergeet niet van, hè, niet vergeet om het te doen. Want dan krijg je weer rechts krijgen. Duffy zei dat we niet moesten abonneren. Dus wel doen. En ik zie jullie natuurlijk de volgende keer weer. Later, mensen.